Sinds het aantal besmettingen op Curaçao drastisch is afgenomen, is het eiland door Nederland op code geel gezet. Inmiddels weten een handjevol toeristen het eiland weer te vinden. Maar erg makkelijk is het niet om Curaçao te bezoeken. Er moet een PCR-test gedaan worden, voorafgaand aan de vlucht, en 3 dagen na aankomst een antigeentest. Toeristenorganisaties hebben aan de bel getrokken, omdat zij vinden dat deze maatregel de toerist afschrikt. Maar wat vindt de toerist hier zelf eigenlijk van? Ja, testen is nooit heel erg fijn, maar het is voor goed doel. Je weet waarvoor je het doet en het is gewoon nodig, dus prima. We wilden altijd nog een keertje aan Curaçao, dat was nu ideaal. We hebben 4 maanden, 5 maanden geleden geboekt, denk ik, nog voor die uitbraak. Dus ja, toen was het nog helemaal niet bekend dat er zoveel testen et cetera waren. Dus daar hebben we eigenlijk helemaal niet mee laten wegen in de keuze. Een van de organisaties dat aan de bel heeft getrokken is de Chata. Zij willen graag dat de volgende maatregelen aangepast worden. Ja, wat we hebben gezegd als eerste wat heel belangrijk is, is om dat platform, wat nu op 4 verschillende platforms draait, wat die toeristen allemaal moeten invullen, om daar gewoon 1 nieuw systeem van te maken. Wat gewoon klantvriendelijk is en gebruiksvriendelijk, noem maar op. Want nu duurt het inderdaad 2 uur lang. Dus dat is 1. Één app moet komen. Het tweede hebben we gezegd, dat vereisen dat je ook nog eens alles moet printen. Naast dat wat je hebt geüpload, dat moet gewoon weg. En naast het systeem, dat gewoon echt aangepast moet worden, hebben we dus ook gezegd van waarom kunnen mensen niet, als het echt niet lukt met uploaden, die test gewoon op de airport doen. En het punt natuurlijk van de derde dagtest blijft in dat hele proces ook een issue. De organisaties dringen aan op het afschaffen van deze antigeentest. Maar tijdens het informatiebulletin van de overheid is dit, helaas voor de organisaties, niet aangekondigd.